deze week weer eentje in de serie Op de Rollenbank met een collega. We hebben iemand met een heuse Porsche. Mark, jij kocht voor een klein prijsje deze 924. En toen? Ja, dat klopt. Ik kocht hem in 2013 voor weinig geld eigenlijk. Die jongen had dan een tijdje te koop. Maar er was nog niemand komen kijken. Dus als je dan, ja, als je de eerste bent die komt kijken en je biedt gewoon geld, dan heb je zo'n ding. Dus ik had hem. Ook wel een beetje, want het was al half donker toen ik hem bekeek. Dus het was wel één grote gok. Maar dat durfde ik wel aan voor die prijs. De carrosserie was hard. Hij liep redelijk, maar niet goed genoeg om hem terug te rijden. Want hij stond in Kerkrade. Dus ik heb hem wel op transport naar huis laten brengen. Hey, en heb je er veel aan moeten doen? Ik heb hem eigenlijk de hele carrosserie, alles is eraf gegaan. Spartborden, deuren, hij is eigenlijk helemaal gestript, zeg maar. Hij is helemaal opnieuw gespoten. Er is nieuwe bekleding ingekomen. De techniek was op zich wel goed, maar waarom die zo slecht liep, kwamen we later achter in de garage. Twee bougiekabels waren verkeerd om aangesloten. Dus ja, dan klopte de complete ontstekingsvolgorde niet meer. Dus dat was redelijk snel opgelost. Maar het leuke was, hij heeft dus 5 jaar gestaan zo'n beetje. Tijdens het restaureren. Nee, dat was van 13 tot 16. Dus in 2016 is hij eigenlijk weer naar de APK gegaan nadat hij helemaal klaar was. En het enige wat ze voor de APK eraan hoefden te doen was de koplamp stellen. De rest was gewoon helemaal goed. De remmen, alles. Hey, vandaag gaan we het hebben over vermogen. Ik heb 125 pk opgeschreven. Zit dat er nog in? Nou, ik denk dat hij in ieder geval nog wel boven de 100 pk komt, hoop ik. Ik heb er op de autobaan laatst nog iets meer dan 200 meegereden op de Navi. Dus ja, hij haalt gewoon zijn topsnelheid. Ja, dan moet hij toch wel een beetje pk's voor hebben, denk ik. Mark, Porsches die leveren eigenlijk altijd wel meer vermogen dan ze opgeven, maar dit is een beetje de uitzondering, hè? Dit oude beestje begint een beetje moe te worden, denk ik. Hoewel de motor wat jonger is dan de auto, maar eigenlijk maakt het me ook niet zoveel uit. Hij rijdt gewoon prima. Ik heb er op de autobaan 200 gereden, dat haalt hij nog steeds, dus ik vind het eigenlijk wel goed. Nou, alle tekenen dat hij nog gezond is. Hey, heb je nog bijzondere plannen met deze auto of is hij helemaal klaar? Je weet het, als je een youngtimer of een klassieker rijdt, dan is hij nooit klaar. Je kan altijd wel 5 punten opnoemen die nog moeten gebeuren. Dat is hier ook wel allemaal wat kleinere dingetjes, maar zo blijf je altijd een beetje aan het fijn slijpen. Maar in grote lijnen blijft alles hetzelfde. Gispert, wat gebeurde er nou? Bleef je toeren maken? Ja, het gas bleef ouderwets hangen. Dus inderdaad, net even met kijken, er zit een soort aanslagje waarbij de gasklep normaal gesproken een minimale slag bepaald wordt. Dat die zeg maar altijd weer stationair terugvalt, een soort stationair aanslag. Alleen dat schroefje zit gewoon los en die is heel langzaam gewoon eruit getrild. En dan heeft hij 4000 toeren draaien. Dus ja, dat was wel apart. Ja, blij dat het hier gebeurt en niet daarbuiten. Ja, zo'n autobaan wel spannend als je net even aan moet remmen. Het wordt echt spannend, ja. Hey, en de meting op zich, dat was een appeltje eitje, maar er kwam weinig vermogen uit nog. Ja, er komt niet uit wat erin zat, zeg maar dat is ook wel 30, 35 jaar terug, dus dat het toen erin zat. Ja, in de basis meestal hebben ze het eigenlijk wel, hoor. Dus ze kunnen allemaal kleine dingetjes zijn, maar 6 pk, ik zou er niet te veel wakker van liggen.